Goedemiddag. Het parket onderzoekt een incident op een trein gisteravond, waardoor die meer dan een uur stil stond. De luchthaven van Zaventem maakt nog steeds verlies na corona, maar ziet een herstel. Vooral vrachtvervoer doet het uitstekend. En het Russische leger heeft Severodonetsk omsingeld, de laatste stad die het moet innemen om de hele Oekraïnse provincie Luhansk in handen te krijgen. Gisteravond is een trein van Oostende naar Brussel stilgevallen, om nog onduidelijke redenen. Net daarvoor was een groep jongeren amok aan het maken op de trein. De trein stond een uur lang stil ter hoogte van Merelbeke. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is en of er kwaad opzet in het spel is. De trein van Oostende arriveerde gisteravond om 7:20 in het station van Gent. Goed vol met kusttoeristen. Het was dus even zoeken naar een zitplaats voor wie opstapte. Een groep jongeren liep heen en weer door het gangpad en viel daarbij andere reizigers lastig. In Merelbeke ging het plots mis. Toen vielen we stil voor een heel lange tijd. En toen zei de conducteur dat de verbinding tussen de locomotief en de trein verbroken was door kwaadwillig opzet, zei hij ook. En toen zei hij dat we niet konden vertrekken omdat er iemand aan de noodrem aan het trekken was de hele tijd. Diezelfde daders hebben ook de deuren geopend en zij zijn ook gaan beginnen spoorlopen. Dat is ook de reden waarom wij op dat moment het treinverkeer er volledig hebben moeten onderbreken. Bijna een uur lang lag het treinverkeer stil. De lokale politie kwam ter plaatse en maande de jongeren aan om weer op de trein te stappen. Uiteindelijk, na een uur, zijn we vertrokken naar Brussel en dan is alles wel rustig verlopen. En in Brussel-Zuid was er wel heel veel politie om de jongeren direct op te pakken, heb ik ook gezien. De jongeren werden er geïdentificeerd en het parket heeft intussen een onderzoek geopend. We gaan toch echt wel uit van kwaad opzet, maar het is natuurlijk nu aan het parket en politie om dat grondig te gaan onderzoeken. En zij kunnen sowieso rekenen op alle middelen die wij daartoe kunnen aanbieden. En wij dringen er ook echt bij hen op aan dat zij dit zeer goed zullen opvolgen en dat deze daders zullen worden gestraft. Nog nieuws van de treinen. De NMBS schrapt een aantal treinen omdat er niet genoeg treinbegeleiders zijn. Er rijden vanaf vandaag 10 piekuurtreinen minder tussen Pelt en Brussel, tussen Herentals en Antwerpen en tussen Lier en Herentals. Het is niet duidelijk hoe lang deze toestand zo zal blijven. En op de trein en ook op alle andere openbaar vervoer geldt vanaf vandaag geen mondmaskerplicht meer. Ook in woonzorgcentra, bij de tandarts en bij de kinesist hoeven mondmaskers niet langer. Waar we wel nog mondmaskers moeten dragen is in het ziekenhuis, bij de dokter en bij de apotheek. Maar op trein, tram of bus moeten dus niet meer en dat is voor veel reizigers een opluchting, merkten we vanochtend tijdens de ochtendspits. Ja, dat is wel goed, vind ik. Ik zie de mensen in de glimlach. Dus, ik had het ook altijd veel te warm. Ik was eigenlijk niet op de hoogte. Dus ik had al gezien dat precies heel weinig mensen een mondmasker op hadden. Ook de conducteurs en zo. Dus ik stelde me daar een beetje vragen bij. Maar ik denk dat ik het toch nu wel door heb. Zeer opgelucht. Het was eraan te komen en ik ben blij dat het eigenlijk gebeurd is. Ja, absoluut. Het is gewoon lastig. Het is heel lastig. Dus ik ben blij dat het niet meer hoeft. Op de bussen en trams van de lijn worden deze week ook de plastic schermen en schakelkettingen verwijderd die de chauffeurs afschermen van de passagiers. Passagiers mogen binnenkort ook weer vooraan opstappen en dat zal goed zijn tegen zwartrijden. Iets waar de lijn tijdens de coronaperiode veel mee te maken kreeg, vooral in de steden. Het wordt ook weer verplicht, zodra al die maatregelen weg zijn, om vooraan op te stappen via de chauffeur. En dat is zeker voor de lijn niet onbelangrijk, want wij hopen op deze manier het aantal zwart- en grijsrijders toch wel enigszins terug te dringen, want die cijfers waren tijdens corona toch wel fors gestegen. En dat zorgde voor minder inkomsten ook voor de lijn. De politie van Mechelen is volop slachtoffers en getuigen aan het verhoren van de incidenten met supporters van KV Mechelen. Tijdens de wedstrijd tegen Genk dit weekend werden 11 van hen onwel nadat ze een prik hadden gevoeld. Mogelijk heeft iemand hen ongemerkt met een stof geïnjecteerd, maar dat is nog niet bevestigd. De slachtoffers zaten allemaal in hetzelfde supportersvak in de tribune. De politie bestudeert ook de camerabeelden uit het stadion. En de verhoren die zullen nog een hele tijd duren.
Dominique de Graaf, goedemiddag. Ja, die van die verhoren die gaan nog een hele tijd duren. Daar zullen we niet meteen iets over horen. Maar het eerste toxicologisch onderzoek naar de bloedstalen. Ik weet niet of je er nog bent, Dominique. Ah, daar ben je. Of het eerste onderzoek naar die bloedstalen is wel afgerond. Wat is daar uitgekomen? Uit die eerste analyses is er eigenlijk niks bekend geworden. Dus het heeft weinig resultaat opgeleverd, Annelies. Maar die analyses die lopen wel verder. Dus men gaat verder op zoek in urine en bloedstalen naar bepaalde stoffen die een reactie hebben teweeggebracht. Als dat zo is, dan zullen we dat de komende uren of dagen te weten komen. Anderzijds kan het ook zijn dat er niks terug wordt gevonden in die stalen. Maar dat wil niet zeggen dat er niks gebeurd is. Want de slachtoffers zijn onderzocht ook op eventuele priksporen. Daarnaast heb je de verhalen van de getuigen, van de slachtoffer zelf en de beelden van de bewakingscamera's. De politie moet een complexe puzzel in elkaar zetten en dus is daar volop mee bezig. Maar dus op dit moment zonder veel resultaat. Ik wil ook nog eventjes meegeven dat er voorlopig ook nog geen verdachten of verdachten in het vizier zijn. Dankjewel, Dominique. Na twee zware coronajaren komt de luchthaven van Zaventem er stilaan weer bovenop. Het aantal passagiers dat er vertrekt of aankomt is weer aan het toenemen. Vorig jaar telde de luchthaven 9,4 miljoen passagiers. Dat is 39% meer dan vorig jaar. Maar nog altijd zowat een derde van 2019, het jaar voor corona. Toen waren er 26,4 miljoen passagiers. Een heel ander verhaal voor het vrachtvervoer op Brussels Airport. Dat is alleen maar blijven stijgen. Er werd vorig jaar 843.000 ton vracht vervoerd. Meer zelfs dan in 2019. Toen ging het om 667.000 ton. De luchthaven maakte vorig jaar 92 miljoen euro verlies. Maar voor dit jaar is de topman hoopvol. We verwachten dat trafiek van passagiers gaat groeien de komende jaren. Dus we verwachten het niveau van 2019... vanaf 2024, misschien 2025, te kunnen halen. Afhankelijk natuurlijk van de evolutie van de situatie. Cargo gaat blijven groeien, dat is heel duidelijk. En voor dit jaar, voor 2022, verwachten wij een licht positief resultaat. Sowieso geen verlies als de traffic blijft evolueren zoals het vandaag is. Kleine Everaert, goedemiddag. Toch opmerkelijk. Vracht doet het bijzonder goed. Hoe komt dat? Ja, dat zit inderdaad in de lift. Hè. En dat komt vooral omdat we de voorbije twee jaar vooral vaccins vervoerd hebben hier via de luchthaven. De luchthaven was daar al gespecialiseerd in en heeft die activiteit natuurlijk enorm kunnen ontwikkelen door die vaccins. En zal daar ook de komende vijf jaar nog enorm op inzetten met bijvoorbeeld gespecialiseerde koelkasten om vaccins, maar natuurlijk ook andere medicijnen te kunnen bewaren. En het cijfer is enorm. 2,1 miljard vaccins zijn hier gepasseerd. Dus we kunnen wel zeggen dat de luchthaven een soort draaischijf was voor die vaccins. En in de toekomst ook om nog meer medicijnen te vervoeren. En zo'n activiteit is belangrijk, want corona heeft het ons geleerd. Alleen maar passagiersvervoer, ja, dat maakt ons kwetsbaar. Dat maakt de luchthaven kwetsbaar. Ja, omdat we hebben het gezien. Tijdens de lockdown is dat vervoer ineen gestuikt van passagiers. En dus is het zeer belangrijk voor de luchthaven om de komende vijf jaar, dat staat ook in hun strategische plan, om in te zetten op andere activiteiten dan alleen maar passagiersvervoer. Waaronder natuurlijk dat vervoer van medicijnen. Ja, wat passagiers betreft, daar is toch ook een aangroei nu. Maar kan de luchthaven dat allemaal wel aan? Want enkele maanden geleden was er het bericht dat ze tekort hadden aan personeel. Ja, dat klopt. Hè. Op de luchthaven werken ongeveer zo'n 24.000 mensen. Vorige maand nog waren ze op zoek naar 1.200 mensen. Dat gaat om mensen die de handling doen, die de bagageafhandeling doen, maar ook mensen voor de horeca. En op een maand tijd is dat aantal vacatures al gehalveerd. Dus we leven wel op hoop. En de CEO maakt zich ook sterk dat tegen de zomer die vacatures wel zullen ingevuld raken, ook al is dat moeilijk. Maar hij zegt, ik verwacht geen chaos in de zomer als hier al de mensen met vakantie zullen vertrekken, Annelies. Ja, dat is geruststellend nieuws. Dankjewel, Carlijne. Сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути у нас на найскладнішому напрямку.
на напрямку сходу нашої держави. In het oosten van Oekraïne, in de Donbass, wordt zwaar strijd geleverd. Vooral rond de stad Severodonetsk wordt er heel zwaar gevochten. Russische troepen proberen de stad te omsingelen. Dat gaat traag, maar als het lukt, krijgt Rusland de hele Oekraïnse provincie Luhansk in handen. In de provincie Donetsk kon Rusland dit weekend de belangrijke havenstad Mariupol innemen. Rusland wil nu laten zien dat het die stad opkuist, zodat het leven er kan hebben. Russische militairen betreden de terreinen van de Azovstal-fabriek in Mariupol, nu alle Oekraïnse soldaten zich hebben overgegeven na een wekenlange belegering. Na dat moment, za 2 soetak, было уничтожено более 100 взрывоопасных предметов. Работа продолжается. Net als de stad zelf is de enorme staalfabriek volledig verwoest en liggen bijna alle gebouwen in puin na de zware Russische bombardementen. Maar het Russische leger wil laten zien dat het de stad nu opruimt. Объем работы большой. Противник оставлял свои, устанавливал свои минные поля. При блокировании противника мы тоже устанавливаем противопехотные минные поля. Поэтому предстоит, ну, не менее, думаю, 2 недель. Pro-Russische media tonen hoe artillerie de stad Severodonetsk bestookt in de provincie Lugansk. Nu Mariupol is ingenomen, kan het Russische leger de focus meer richten op andere plaatsen in de Donbass. Ook in dorpen in de buurt van Severodonetsk staan nog weinig gebouwen recht. Het voortdurende gedreun van artillerievuur is hier de hele dag door te horen. De inwoners die nog niet gevlucht zijn, ondergaan het allemaal in hun schuilkelders. Можемо витримати без води, без світла, але коли вибухи навколо, це дуже жахливо. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een jonge Russische soldaat veroordeeld tot levenslang. De 21-jarige Vadim Shishimarin schoot een ongewapende Oekraïnse burger dood in de regio Sumy in de eerste dagen van de Russische invasie. Hij pleitte zelf schuldig aan de moord en vroeg om vergiffenis. Hij zegt dat hij de opdracht had gekregen om vanuit een auto op de man te schieten. Shishimarin is de eerste Russische soldaat die veroordeeld is voor de moord op Oekraïnse burgers. En de Oekraïnse president Zelensky heeft het Wereldeconomisch Forum in Davos geopend. Hij kwam daarvoor zelf niet naar de Zwitserse bergen. Hij laat zijn land in oorlog niet achter. Maar hij sprak de aanwezigen toe via videoverbinding. Nog tot donderdag is de politieke en economische wereldtop bijeen in Davos om de wereldeconomie te bespreken. Zelensky had het onder meer over het belang van strenge economische sancties tegen Rusland. En hij riep de deelnemers op om gul te zijn voor zijn land. Погляньте, що вже зробила Україна. Ми створили історичний прецедент сміливості, не ставши слухати тих, хто казав, що наша оборона не протримується довше кількох днів. Michael van Drogenbroek in Davos. Ja, er is die oproep geweest van Zelensky om geld te geven aan zijn land. Hebben ze daar op het Wereldeconomisch Forum oren naar? In elk geval naar wat hij vraagt, om dat luid te laten weer klinken, Annelies. In het congrescentrum dus, dat hoorden we net. Maar ook buiten het congrescentrum, waar het echte netwerken plaatsvindt. Hier bijvoorbeeld op de promenade van Davos, waar elke schoenwinkel, bakkerij helemaal wordt afgehuurd door landen om zich te promoten. Heeft Oekraïne, je ziet hier achter mij in het Oekraïnse huis van het Wereldeconomisch Forum, ter beschikking gekregen om zich voor te stellen aan de zakenwereld, specifiek voor de heropbouw van het land. Nu, ironisch genoeg is die ruimte wel ondergebracht in het wat normaal casino is van Oekraïne. Maar dus hier op die promenade waar echt de grote landen zitten en waar ook normaal gezien Rusland hier wat verderop elk jaar zit. Dit jaar niet. Rusland mag niet komen naar het Wereldeconomisch Forum. Maar het Russisch huis, waar zij dus zich de voorbije jaren promoten, is nu omgebouwd tot een ruimte waar de oorlogsmisdaden in Oekraïne permanent worden getoond. Dus ja, zowel binnen als buiten dat congrescentrum staat Oekraïne hier toch wel centraal dit jaar. Dank je wel voor de toelichting, Michael. En op dit ogenblik worden de Michelinsterren uitgereikt tijdens een evenement in het Koninklijk Theater in Bergen. 16 restaurants kregen voor het eerst een ster. Volgens de jury had de coronaperiode dus geen negatieve invloed op de kwaliteit van de sterrenkeukens.
De 25-jarige kok Ruben Christiaans viel twee keer in de prijzen. Hij kreeg een eerste ster voor zijn restaurant Vintage in Kontig. En hij wordt gelauwerd als beste jonge chef. En het bekende Brusselse restaurant Comme Chez Soi, dat ooit 3 sterren had, houdt er nog maar 1 over. Nieuw muziektheater rond de figuur van Napoleon Bonaparte met Stefan de Gant, die de rol van Bonaparte speelt. Dat is voor na het sportnieuws. Goedemiddag, Maarten. Antwerp moet op zoek naar een nieuwe trainer. Ja, absoluut. Het hing al een tijdje in de lucht. Maar het is nu ook officieel. Hè. Brian Priske is niet langer de trainer van Antwerp. Hij was een jaar lang de hoofdcoach bij het ambitieuze Antwerp. Maar Priske kon de verwachtingen nooit helemaal inlossen. In de Champions Playoffs kon Antwerp maar 1 keer winnen. Gisteren, de overbodige wedstrijd dan nog, tegen Union. De weg ligt nu open voor de Nederlander Mark van Bommel, die als nieuwe trainer zou worden binnengehaald. Gisteren was er de allerlaatste wedstrijd van het seizoen in ons voetbal. En het was nog een prestigewedstrijd tussen de landskampioen Club Brugge en Anderlecht. Club Brugge leek zijn titel nog wat extra glans te kunnen geven met een overwinning. Maar via een own goal werd het uiteindelijk nog 1-1. Club Brugge heeft zijn 18e titel al een weekje beet. En dus is dit vooral een galaavond. De voorzitter van Anderlecht met een grote fles champagne voor de voorzitter van Club. En welgemeende felicitaties van Company voor Schreuder. Maar dan is het gedaan met lief zijn. Anderlecht met zeker 5 kansen in de eerste helft. Mignolet toont nog maar eens waarom Club maar 1 doelpunt slikte in de play-offs. De thuisploeg heeft het moeilijk. Het eerste gevaar pas vlak voor rust, maar dat levert wel meteen een goal op. Skof Olsen in de korte hoek, 1-0. Na rust zet Noah Lang dan zijn turbo op. Voorbij alles en iedereen. Maar de 2-0 blijft uit. En dan de handen op elkaar voor Simon Mignolet. Applaus voor zijn prestaties tijdens de play-offs. Zijn vervanger is de jonge Senne Lammes. En die heeft pech wanneer het schot van El Hadj afwijkt via Henry. De bal is over de lijn, 1-1 dus. En dat is meteen de eindstand. Maar dat maakt het feest er niet minder om. Duizenden supporters bestormen het veld na het laatste fluitsignaal. Gelieve achter de drum herkenst te blijven, alsjeblieft. En dit is minder fraai. Een vuurpijl richting het Anderlechtvak met bijhorende provocaties. De politie moet ingrijpen en gebruikt traangas. Het is een valse noot. Dit hoort niet bij een titelviering. En toen de rust was teruggekeerd en met de fans op het veld, begon er opnieuw een feest in Jan Breidel. De kampioenentrofee, een groot exemplaar, mochten de spelers eindelijk in de lucht steken. Ruud Vormer steekt de trofee de lucht in. Club Brugge is kampioen en dat voor de 3e keer op rij. Met welk gevoel sta je hier? Toch wel een fantastisch gevoel eigenlijk. Natuurlijk is het mentaal een heel moeilijk jaar geweest voor mij persoonlijk. Maar weet je, ik ben trots op het elftal. Trots op iedereen die dit heeft bereikt. Dus, en ook weer voor de supporters. Hè. Dus fenomenaal. Kampioen! Come on! Come on! Niet normaal. Prachtige sfeer, prachtige akoestiek. Ik hou ervan. Dat is hier Brugge. Dat is hier Brugge. Magisch. Charlotte de Ketelare is net iets minder snel onder de indruk, al geniet hij wel met volle teugen van de festiviteiten. Dat is toch nog iets anders dan hoe dat was. En eigenlijk gewoon een beetje leuker. Ik heb er 2 gehad zonder of met, vorig jaar met een beetje supporters, maar dit is toch specialer. Dat is wat we 3 jaar op gewacht hebben. Hè. We hebben 3 titels op rij gewonnen, maar nooit echt mee kunnen met de fans vieren. Dus heel erg blij dat we hen dit kunnen geven en dat wij dit kunnen meemaken. Intense momenten voor supporters en voor spelers. En dan moet het grote volksfeest op de Markt van Brugge straks nog beginnen. Er wordt op veel plaatsen gefeest. In Engeland loodste Kevin De Bruyne gisteren zijn ploeg Manchester City naar de landstitel. En even later mocht ook in Italië een Belg de titel vieren. Rode duivel Alexis Salemakers kroon zich met Milan tot kampioen. Voor Milan, de Europese voetbalgrootmacht van Beleer, is het de eerste landstitel in 11 jaar tijd.
AC Milan is terug. Voor het eerst sinds 2011 halen de Rossoneri nog eens de Scudetto binnen. En dat met een Belg in de basis. Salemakers, ex-Anderlecht en nog altijd maar 22, bijna met de 0-1. Milan heeft genoeg aan een punt op het veld van Sassuolo, maar maakt er een galamatch van. Op het kwartier trapt Giroud het feest op gang. En op het half uur verdubbelt de Fransman de score. Salemakers weet dan al dat het binnen is. Voor de rust is de match beslist. 0-3 via Franck Kessier. De tweede helft is overbodig. Na het laatste fluitsignaal is de ontlading groot bij spelers en publiek. Salemakers meteen naar de supporters en die bestormen het veld. De eerste titel in 11 jaar zorgt voor dolle taferelen. Als de rust is teruggekeerd, worden de spelers nog gevierd. Voor Salemakers is het zijn eerste landstitel. Voor Ibrahimovic zijn 12e, zijn 2e met Milan. In Milaan zelf vieren de supporters de titel op de Piazza del Duomo met Bengaals vuur en echt vuurwerk. Na 11 jaar wachten kunnen ze eindelijk nog eens vieren. È meraviglioso, tutto questo. È meraviglioso. È la cosa più bella del mondo. Grazie Italia, grazie Milan e sempre forza Milan. Pure rosso nero. Per sempre. Prachtige Duomo. De Spanjaard Alcaraz, de nieuwe superster in wording in het tennis, heeft zich op het toernooi van Roland Garros makkelijk geplaatst voor de volgende ronde. De 19-jarige Alcaraz, die dit seizoen in 4 maanden tijd al 4 toernooien kon winnen, ging in 3 sets makkelijk voorbij de Argentijn Londero. In 28 wedstrijden dit seizoen verloor hij nog maar 3 keer. Hij is een van de topfavorieten om Roland Garros te winnen. Dat zou zijn allereerste Grand Slam toernooi ooit zijn. De Amerikaan Justin Thomas heeft het PGA Championship gewonnen. Dat is een van de 4 toptoernooien in het golf. Thomas, hier in roze polo, en zijn Amerikaanse landgenoot Will Zalatoris eindigden de wedstrijd op een gelijke stand. Er moesten dan 3 extra holes gespeeld worden en daarin was Justin Thomas de sterkste. Voor Thomas is het de 2e keer dat hij het prestigieuze toernooi wint. Onze landgenoot Thomas Pieters acteerde wisselvallig en werd 71ste. Een flinke trofee, moet ik zeggen. Straks in het 7-uur-journaal geen verslag van de etappe in de Ronde van Italië. Wat is een rustdag, de laatste rustdag? Dat mag ook. Dank je wel. Stefan de Gant kennen we vooral als acteur. In de productie Bonaparte kruipt hij in de huid van Napoleon en zingt hij een monoloog. Het is een gloednieuw stuk met tekst van Tom Lanois en muziek van Hanne de Nijre. Wij woonden de generale repetitie bij. Bonaparte is muziektheater met veel dramatiek. Nieuwe muziek die op het Antwerp Spring Festival voor de 3e symfonie van Beethoven wordt gespeeld. De symfonie die oorspronkelijk ter ere van Napoleon werd gecomponeerd, maar Beethoven razend maakte toen Napoleon zichzelf tot keizer kroonde. Wat je ook echt hoort is dat gevecht in hem. Hij is zo een held, maar tegelijkertijd is hij zo klein. En dat contrast kun je ook helemaal uitspelen met een orkest. Dus dat is een heel fijne maxi-mini. Hè, dat je eigenlijk het grote orkest hebt, maar tegelijkertijd kamermuziek. Voor Tom Lanois is het de eerste keer dat hij de tekst voor zo'n theatraal concert schrijft. Al mijn dromen, ook ritmisch. Wat dan de scheldpartij van Napoleon betreft. En ook dat het koor, maar dus de muzikanten, dat die mee beginnen scanderen alsof zij het leger zijn. Ja, dat bleek allemaal te werken. Ritmische verzen op nieuwe muziek in een monoloog gegoten. Voor Stefan de Gant is het een hele krachttoer. Ik ga ermee om zoals ik met alle dingen omga. Gewoon proberen goed te doen. En we zien wel waar het schip strandt. Het is nieuwe muziek, dus als ik iets te laat ben of iets te vroeg of een ander nootje zing, niemand zal het kunnen corrigeren, want het is nieuwe muziek. Ik ben er voor altijd.
We begonnen het journaal met een incident op een trein van Oostende naar Brussel gisteravond. In Merelbeke stond de trein een uur lang stil. Het parket onderzoekt of er kwaad opzet in het spel is. Fijne maandag nog en tot kijk. Toen vielen we stil voor een heel lange tijd. En toen zei de conducteur dat de verbinding tussen de locomotief en de trein verbroken was door kwaadwillig opzet, zei hij ook. En toen zei hij dat we niet konden vertrekken omdat er iemand aan de noodrem aan het trekken was de hele tijd. Diezelfde daders hebben ook de deur geopend en zij zijn ook gaan beginnen spoorlopen. Dat is ook de reden waarom wij op dat moment het treinverkeer er volledig hebben moeten onderbreken.